Elke dag kunnen we het lezen en wordt het ons verteld over moord, diefstal en geweld. En spreekt over gebrek aan eerbied en gebrek aan tucht. Over die nieuwe generatie en waar het wel naartoe zal gaan. Wat zal het einde zijn? Maar ik ben er zeker van dat zij niet de schuldigen zijn. Er gebeuren te veel dingen in het dagelijks bestaan die hen verwarren en onzeker maken. Hebben ze te veel geld om uit te geven en te veel vrije tijd? Maken zij de films van twijfelachtige inhoud, seks, misdaad, wreedheid? Of boeken waarvan het lezen je benauwt? En het kwaad dat ze aanhoren in gesprekken van de ouderen? Zoveel jongeren worden naar het kwaad gedreven door ouders die zelf verkiezen niet thuis te zijn. Zij dragen geen schuld. Is dat misdadige jeugd? Nee, mensen. Kinderen maken geen rotfilms en schrijven de boeken niet. En zij stellen gangsters niet voor als mensen waar de wereld het van moet hebben. Zij maken de sterke drank niet. Zij beheren geen kroegen. En zij hebben niets over onze wetten te vertellen. Zij zijn de makers niet van al die wapens. Zij verhandelen geen marihuana en LSD. Dat doet de oudere generatie. Want er zit immers winst in de jeugd. Maar snel zijn we met ons oordeel. De schuld van een heel volk legt men hen op de schouders. Wie van ons werpt de eerste steen? Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand. Want in hoeveel gevallen is de titel misdadig, ook op ouderen van toepassing? De kinderen zijn niet schuldig. De kinderen zijn niet schuldig.